alweer stap 7, dus dat... Maar we hebben even een koffiebreak. Even, ja. Ik moet even weer even richten mijn oogjes, want het is, al, het is een hele rare gewaarwording in je hoofd. Je wordt wel heel scherp, dus ik weet echt waar je alles neerlegt. Dat is wel echt heel raar, dus niet omdat je in je handen hebt. En dat je dus even ergens neerlegt. Ik heb bijvoorbeeld de wiel gesorteerd met mijn muts op, zeg maar zeggen. Dat je die tijdens het zoeken, waar je mij helpt, ja, die leg je dan al automatisch bij elkaar. Maar dat soort dingen gebeuren dan, dat is heel raar. Ja, zo raar. Doe het hele rare dingen met je. Ik heb wel zeker een verhaal te vertellen. Ja, ik was helemaal... Ik heb... Nou, zoals jullie weten, hou ik wel van acteren. Nou, toch? Ja, nou, ja. Hè? Dat vind ik wel grappig, zal ik maar zeggen. En ik heb gezocht in Hollywood naar casting agencies... En toen kwam ik bij Hey Hollywood terecht. En toen had ik een beeld gestuurd van, joh, hey, luister, ik ben een jongen uit Nederland. Want Hey Hollywood is een organisatie die regelt van acteurs van het buitenland om castings in Hollywood te houden, zullen we zeggen. En wat hun regelen is 25 casting agency bij elkaar één dag. Dus hun regelen dat. Bijvoorbeeld de casting agency van Friends, CSI, 24. Nou, die mensen, die zitten daar dan. En hun regelen dan een pakket. Maar ja, dan moet je eerst rondes door, je moet je zo'n feest sturen, motivatiebrief, bla bla bla. Maar na een maand heen weer een mail, hoorde ik niks meer. Dus ik denk, nou ja, dat is het bloed dood, ligt uit de race, klaar. Inderdaad. Maar afgelopen week, en ik heb een mailtje, poef, hey Hollywood. Gefeliciteerd, je bent toch door. En ja, wij gaan ervan uit dat jij eind maart bij ons auditie komt doen voor 24 casting agency, of 25, minimaal 25 casting agency. En dan ja, ik ga daar dus 10 dagen keihard chillen en ik ga mijn mensen ontmoeten. Zieke feesten zitten in het pakket. Ja, bizar. En dan ben je in Hollywood een beetje pimpen als de Nederlander zou maar zeggen. Het is, ja, maar ja, ik weet ook wel dat het heel erg is. En ik ben ook wel heel realistisch tegen mezelf. Van, joh, luister, het is Hollywood. Ga ervan uit dat er niks in zit, maar geniet gewoon van die hele sick ervaring om daar gewoon tussen de mensen te zitten die gewoon die shit regelen. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb geld nodig. nou, de gedachtegang is eigenlijk heel simpel. Ik ben alle dingen, ik zet het online. Van, dat wordt schrapen voor mezelf en dat is voor mij gewoon ja, de kosten laag houden. Maar er kwamen ook allemaal mensen voor wie ik eigenlijk altijd wel gewoon vrijwillig dingen voor heb gedaan, shoots en dat soort dingen. Die kwamen gelijk met de proppen, what the fuck, ik wil dingen voor jou regelen. Een website, een benefietavond, jullie zeiden ook al van wij komen draaien. Fotografen die zeggen, weet je wat, ik zet een foto, shoot, hok neer. Mensen komen daarheen, betalen een x-bedrag. En ik regel een gratis shoot en het geld dat ik ophaal is naar jou. Allemaal dat soort dingen. En ja, we gaan het proberen. Ik ga verder leeg houden. In Azië bestaan, dus India-Ari. Dat is wel heel leuk.